Mijn naam is Sid Lucas. Welkom bij een zinderende, meeslepende aflevering van Kaffeewelsmerts. Ik ben hier vandaag met Ronald van Raak, Kamerlid van de SP. En we gaan het vandaag hebben over wat de man Ronald ons allemaal te bieden heeft. En daarnaast natuurlijk ook over de vaderlandse geschiedenis. Om maar uh, meteen te beginnen, Ronald, hoe is jouw interesse in de vaderlandse geschiedenis eigenlijk ontstaan? Nou, ik ben vanuit histor van huis uit historicus. Uh, dus die interesse heb ik altijd gehad. Ik promoveerde historicus. En ik ben in 2003 begonnen als senator, als Eerste Kamerlid. En ja, in de Eerste Kamer is natuurlijk een gebouw vol van geschiedenis. En sowieso de gebouwen rondom het Binnenhof. Ik ga daar graag wandelen uh, tussen de debatten door om na te denken, uh, om mijn, uh, mijn teksten een beetje te oefenen. En ja, je komt overal geschiedenis tegen. Oké. Okay. En heb je ook een rol gespeeld bij het selecteren van de beelden van de Tweede Kamer? Nee, daar heb ik... Ik ben wel ooit... Je bedoelt die, die witte beelden die bij de entree stonden? Heb jij daar iets mee? Nee, ja, wat ik wel heb, is dat die zijn daar ooit neergezet uit esthetische overwegingen. Je hebt veel parlementen in de wereld waar ze witte borstbeelden hebben. Ja. Daar staan dan grote vaderlandshelden. Mm -hmm. In de Tweede Kamer moest dat er ook komen. Uh, van de ploeg pvda staatssecretaris geloof ik, had dat ooit voorgesteld. Alleen wij hebben natuurlijk geen traditie van witte borstbeelden. Dus toen zijn musea gebeld van: Goh, heb je nog ergens wat staan? Mm -hmm. Dus er stond een allegaartje aan mensen. Nauwelijks ja. politici, maar ja. allerlei hoogleraren, ondernemers, ja. mensen die niks met de Tweede, de tweede Kamer te maken hadden. <laughs> en toen ik daar voor het eerst kwam, herkende ik ook het, het hoofd van Gerard Bolland. Aha. Een filosoof. Uh, en die was in de jaren twintig de ideoloog van het zwart front, dus nog rechts van de NSB. Hij had een hekel aan vrouwen, aan arbeiders en aan de parlementaire democratie. Ja, niemand wist wie die Bolland blijkbaar was. En ik wist dat toevallig wel, want ja. hè, mijn, mijn interesse uh, uh, lag ook in de geschiedenis ja. van de wijsbegeerden. Hij was een filosoof. Dus ik ben dat eens weer gaan overleggen met de voorzitter. En <laughs> toen hebben ze de volgende dag het borstbeeld weggehaald. Oh, maar is dat niet een beetje zo dat je gaat shoppen in je geschiedenis dan? Want ja, ja, dat, ja, dat ook. ook. Ja. Wat mij betreft had het er ook een bordje bij gekund of wat dan ook. Uh, nu zijn al die beelden verdwenen. Ja. Nu is er een tentoonstelling voor 100 jaar ja. kiesrecht. Maar en... hij was tegen arbeiders toch wel een beetje, een beetje vaag, toch? Om die, die gasten waren terecht voor voor juist de arbeiders. Nou, de NSDAP, de Nationaal Socialistische nee. Duitse Arbeiderspartij ja. en dergelijke. Asbest was verboden in Nazi-Duitsland. In ja. Nederland zijn we er tot de jaren 80 of zo mee blijven werken. Ja. Om je te noemen. Dus ja. De arbeiders werden soms beter beschermd onder dat regime dan, uh, dan, dan onder wat erna kwam. Nou, Bolland was gewoon een raar type. Okay. Maar bijvoorbeeld ook, uh, waar wij fractievergadering hebben, daarnaast is een kamertje. Ja. Dat is nu een, uh, een bibliotheek van de SGP. Uh, maar daar is in de Tweede Wereldoorlog een verzetsheld, Gerrit Kastijn, ja. uh, met stoelen al uit het raam gesprongen. omdat okay. hij was opgepakt door de SA. Hij was een communist, ja. hij zat in het oh. verzet. En onder in de kelders, onder de SP-burelen. Uh, uh, ja. daar zijn nog hele oude, oude uh, je ziet nog grote stalen deuren. daar zijn nog ja. kelders. Dat was vroeger de, de martelkamer van de, van de SA. Okay. Uh, de SA had tijdens de Tweede Wereldoorlog bezit genomen van dat pand. Gerrit Kastijn was opgepakt. En hij was bang dat, gemarteld te worden. Hij had zich tijdens toen hij opgepakt werd geprobeerd zichzelf in zijn, in zijn hart te schieten. Okay. Dat was mislukt. Hij had zichzelf wel in zijn been geschoten. Oh. Maar hij is bang dat hij door de martelingen zou doorslaan. En ja. de namen van zijn kameraden zou uh, vertellen. vertellen. Dus in een onbewaakt ja. ogenblik is hij met stoelen al uh, uit het raam gesprongen. Ja. En uh, ja, de dood tegemoet. Okay. Maar bijvoorbeeld ja. ook... Uh, de resten van Johan van Oldenbarneveld. Ja, daar moeten we het, over hebben. De van moet Oldenbarneveld. het over hebben. 400 jaar geleden is hij onthoofd ja. op het Binnenhof. Ja. Ik hoorde die verhalen al toen ik nog senator was. Uh, in de tweede, 2006 ben ik Tweede Kamerlid geworden. Ik heb er ook aandacht voor gevraagd, maar er is eigenlijk nooit veel aandacht voor geweest. Uh, in oktober heb ik opnieuw aandacht gevraagd voor het feit dat de resten van van Oldenbarneveld waarschijnlijk nog in de catacomben onder de Eerste Kamer liggen, onder het torentje. Ja. En tot mijn blijde verrassing kreeg ik steun van de minister-president Mark Rutte, ook okay. historicus. Ja. Uh, wij vonden allebei dat hij Van Oldenbarneveld onze grootste staatsman was. Ja. Dat is in mijn geval prima, maar onze minister-president ja, heeft ook nog goede contacten met de Oranjes natuurlijk, met okay. het staatshoofd. Ja. Maar ook minister-president Rutte vond Johan van Oldenbarneveld onze grootste staatsman. Ja. En nu is er dus een plan in de maak om toch onderzoek te gaan doen om te kijken ja. of zijn resten daar nog liggen. Ja, maar de Oranjes die wij hebben, die stammen niet af van, van Maurits, toch? Nee, dat ligt allemaal heel gevoelig. Ja. ja, want dat is toch allemaal, allemaal geëindigd met Willem III, toch? De stadhouder Koning. Ja, er is een Friese tak. Maar ja, in de adel is het ja. zo, er is altijd natuurlijk een opvolger. Uh, dus toen Johan van Oldenbarneveld op 13 mei 1619 onthoofd werd door toedoen van uh, Maurits, Maurits. Wegens landschap. Misschien moet je eerst dat vertellen wat eraan vooraf is gegaan. Eh, dat heel weinig mensen weten wat de geschiedenis van Nederland is. Kijk, eh, op de universiteit is dus nu voortdurend decolonize the university en het koloniale invloed en white privilege. En er wordt heel veel geluld over eh, dat we allemaal racistisch, impliciet racistisch zouden zijn. Of nog steeds voordelen zouden hebben van de koloniale toestanden van onze voorvaderen. Alleen het verhaaltje zelf wordt helemaal niet meer gedoseerd. Dus, eh, dus het hele verhaal van... Wat was die VOC nu? Wat was die WIC nou? Daar wordt eigenlijk niet meer over gedoseerd hè. Maurits en de remonstranten en de contra-remonstranten om maar iets te noemen, en de plakkaat van verlatingen. En gewoon het hele verhaal eromheen wordt gewoon niet meer gedoseerd. Dus ze zijn eigenlijk tegen een spook aan het vechten, al die piepo's. Hè? Ze vechten eigenlijk tegen een soort, alsof er nog een soort groot koloniaal narratief zou zijn, dat overal maar klakkeloos aanvaard wordt, zonder ook maar iets te noemen over Lombok-expeditie of wat dan ook. Dat geen enkele kritiek mogelijk zou zijn over het kolonialisme, maar ze weten het eigenlijk niet meer. Want ze hebben niet eens die kennis van het standaard verhaaltje. Dus het is een soort spookbeeld geworden waar tegen ze vechten. Het is al verdampt. Uit in Ja, alweer. ik denk dat wij over kolonialisme, de VOC, de slavernij wellicht anders denken. Maar ik ben het met je eens dat er heel weinig kennis over is. En ja. dat is natuurlijk wel mooi dat het feit dat uh, nu 400 jaar uh, de onthoofding van Johan van Oldenbarneveld wordt herdacht. Ook weer aanleiding is voor heel veel mensen om zich af te vragen: wie was die Johan van Oldenbarneveld eigenlijk? En volgens mij. Kijk, hij is een van de oprichters van de VOC. Daar ben ik als socialist geen voorstander van. Dat was de eerste zeg maar pre-kapitalistische multinational. Ja, maar let wel, natuurlijk, het finance capitalism. dat is door de Bank of England opgestart, niet door de VOC. De VOC was het eerste besloten vennootschap. in die zin dat er dus met uh, cheques en zo werd gewerkt. Maar echt, het, 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 het fiscal reserve banking. Hè, we, dat is pas begonnen met de Bank of England. Ja, maar de beurs hebben wij bedacht, hè? De beurs hebben wij bedacht. Maar goed, waar het mij meer om gaat. is dat je in die beginperiode. Uh, iets ziet wat nu nog steeds relevant is, denk ik. Uh, je zag aan de ene kant, je zag dus dat de Nederlanden, dat waren dus zeven provinciën die uh, de 80-jarige oorlog voerden, onafhankelijkheid van de Spanjaarden, uh, dat daar een eenheid gecreëerd moest worden in die strijd. En Maurits probeerde die eenheid eigenlijk van bovenaf op te leggen uh, door nogal stijl-Calvinisme op te leggen. En van Oldenbarneveld probeerde die eenheid van onderop te laten ontstaan door wat meer ruimte te laten aan andersdenkenden. en proberen meerdere groepen een, een, een plek te geven. in die Nederlandse eenheidsstaat. Waarbij ik als zeker. katholieke afkomst. Uh, katholieken, dat waren tweederangs burgers. Uh, katholieke geloof ik, is eeuwenlang uh, verboden. En Brabant was natuurlijk een kolonie, een wingewest destijds. Ja. generaliteitsland. Een generaliteitsland. Maar je ziet wel dat het model van, van Oldenbarneveld. Ja, toch wel ook een model is geworden wat je nog wel, waarvan je de vingerafdrukken in ons, onze huidige politiek nog wel ziet. Waarbij je mensen met heel verschillende opvattingen toch altijd ziet samenwerken. En, en iedereen toch ook een plek in, 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 in onze Nederlandse politieke cultuur moet krijgen. Nou, interessant dat we als historici hier een debat over kunnen hebben. Want ik zou het andersom definiëren. Ik zeg ja, maar die van Older Barneveld was natuurlijk raadspensionaris. Van de provincie Holland. En als je echt ja. kijkt naar de geschiedenis van Nederland, ging het altijd over zeegewesten tegen landgewesten. Dus de zeegewesten hadden natuurlijk baat bij een vloot. En het landleger kon ze eigenlijk gestolen worden, omdat ze toch niet aangevallen zouden worden via, via het land. Ja. Um, en dat is natuurlijk ook een grote splijtstam geweest. Ook dat alle handel eigenlijk via Holland liep. En dat die mensen ook de begroting wilden bepalen. Ja. Uh, dus ze wilden de begroting steeds naar zichzelf toetrekken. Dus formeel, officieel was natuurlijk de Oranje. Hè? Dus de stadhouder was eigenlijk de baas, zeker over het leger en de vloot. Maar informeel was natuurlijk altijd dat gelobby van die rijke Hollandse handelaren die het hele landsbestuur naar hun voordeel wilden toe lobbyen. En juist Van Barneveld was daar juist de, de afgezant van. En de, de avatar van dus die, die koopmansklasse die puur in hun eigen belang en natuurlijk uh, de Staten-Generaal wilden lobbyen. Nou, daar ben ik ook absoluut met je eens. En dat zie je dus ook terug. Die vingerafdruk van Van Oldenbarneveld zie je ook terug. Ik wil geen vergelijking maken. Uh, historische vergelijkingen gaan altijd mank. Maar je ziet, de VOC was een privé onderneming die heel veel publieke belangen diende. Die eigenlijk feitelijk een staat in een staat was. Nou ja, als je ziet hoeveel de invloed van Unilever, Shell, Philips, Axo, Nobel in onze huidige politiek is. Nogmaals, dat is allemaal niet hetzelfde. Ja. Maar het feit dat, we, dat zulke ondernemingen zoveel invloed hebben in onze politiek, ja, dat heeft ook een geschiedenis. Ja, van onder Barneveld was tegen de oprichting van de WIC, ja, dus de West-Indische compagnie. Dus als er geluld wordt over slavenhandel. Nee, VOC geen slaven. WIC was slavenhandel. Ja. Um, de, er zaten ook veel Britten en veel Amerikanen bij trouwens. Maar van Onder Barneveld was tegen de oprichting van de WIC. Dat hij dat als een aanvalsdaad zag tegen Spanje. Dus dat er weer oorlog met Spanje zou kunnen komen als de WIC's worden opgericht. Ja. En dat heeft hem ook veel politieke vijanden opgeleverd die natuurlijk graag wel wilden investeren. Ja, die WIC is uiteindelijk natuurlijk na zijn dood ook gekomen. Uh, uh, um. Maar wat ik, wat ik heel raar vind, hè, ik, we hebben in Nederland een, een hele belangrijke staatsman, Johan van Oldenbarneveld, ja. in, uh, in uh, 400 jaar geleden onthoofd, in 1619. En we weten eigenlijk nog steeds niet met zekerheid waar zijn lichaam en zijn hoofd zijn gebleven uh, na de onthoofding. De allergrootste kans is, bijna zeker, dat uh, Maurits het, het lichaam en het hoofd heeft ondergebracht in de oude uh, grafkelders onder de oude hofkapel. Die hofkapel is afgebroken, maar die kelders zijn er nog steeds. En daar werden vroeger, in de late middeleeuwen, ook de graven van Holland begraven. En dat was natuurlijk voor Maurits een ideale situatie, omdat het een plek was waar al belangrijke mensen begraven waren, mm -hmm. maar waar nooit iemand zou kunnen komen. Dus er zou niet een plek ontstaan waar. Van Oldenbarneveld als een soort martelaar zou kunnen worden geëerd. Omdat het gewoon niemand er kon komen. Nou, wat ik nu heb voorgesteld is om de verbouwing van het binnenhof ja. uh, aan te grijpen. Om ook eens archeologisch onderzoek te gaan doen naar die uh, kelders, naar die grafkelders onder ja. de Senaat. Uh, en om te kijken of die resten uh, nog te vinden zijn. Oké, okay. maar er is er ook een griffier ooit geweest die zegt van ja, ik heb gekeken, maar de hoop dat hier nog wat opgewoeld gaat worden is gewoon nul. Ja, in 1879 is de Hofkapel afgebroken, vervallen, in verval geraakt en afgebroken. Toen is de griffier van de Tweede Kamer eens een kijkje gaan nemen en die is geschrokken. Dat verslag heb ik ook. Uh, ja, en hij, hij heeft daar zoveel resten aangetroffen dat hij zei: van ja, hier is geen begin aan. We weten niet wie hier allemaal ligt. Het, is een, het, is een, het, is een, het was een soort knekelput. Ja. Toen hebben ze het uh, afgemetseld, afgemetseld ja, met, met puin en, uh, om het voor eeuwigheid dicht te, dicht te houden. Uh, maar naar aanleiding van mijn, mijn verzoek aan, aan de minister-president uh, hebben ze zich ook naar een bestaande gemeld. Dus die zijn ook bereid om DNA af te staan. Okay. Dus met nieuwe technologieën kunnen we ook vrij makkelijk kijken of, 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 of iemand een, een van Oldenbarneveld ja. is of niet. Ja, ik wel een interessante opmerking die je maakt. Van, ja, misschien denken wij anders over kolonialisme of zo. Wat bedoel je daar precies mee? Nou, je leek het nogal te vergoelijken uh, en dan nogal de positieve kanten van te zien, terwijl ik die pff, toch, toch, toch weinig zie. Nou, ik vind dat er ruimte moet zijn om ook over positieve gevolgen van het kolonialisme te praten. toch? Als je ja, tuur, als het het historicus zijn. noemt, ja. dan moet je het van meerdere kanten kunnen bekijken. Hè? Denk ja. maar aan, aan rank. dus oordeel is een middelbare God. Hè? Dus het oordeel moeten we uitstellen. Hè? We moeten eerst de feiten in kaart brengen. En wat er nu dus gebeurt, dat het geschiedenisonderwijs heel erg door emotie bepaald en beïnvloed is, omdat het alleen maar deugen is. Hè? Want je zou maar eens tot de conclusie komen dat de, kol de kolonisator een bepaald iets tot een hoger ontwikkelingsniveau heeft gebracht. Bijvoorbeeld, ja, dat moet eigenlijk niet bespreekbaar zijn, want dan. We zijn eigenlijk een rassentheorie aan het vergroeilijken en dergelijke. En dus zover zijn we al afgedreven in het onderwijs. Dus ik zeg niet eens van, oh, we moeten het verdedigen. Eh, we moeten ook zeker de zwarte bladzijde niet uit de geschiedenisboeken scheuren. Maar we moeten wel objectief over kunnen praten. Kijk, ik ben socialist. Ik ben voor de gelijkwaardigheid van mensen. Dus kolonialisering is voor mij een model wat te ja. allen tijden ja. slecht is. dat, dat, kan dat is nooit waar. Dat kan nooit een goed model zijn. Uh, nee, want die landen zijn gewoon uh, leeggeroofd. Ja, maar Karl Legaard. Marx die schrijft toch ook over het kapitalisme dat het juist goed is. Dat de kolonisator het kapitalisme heeft verspreid, Omdat er daardoor meer mensen de arbeidsstrijd in worden getrokken. Eh, dus Karl Marx schrijft juist over kolonisme als een soort onvermijdelijke ontwikkeling, die ook juist de, de socialistische helft had juist bespoedigt. Als socialist zijnde zou je dan toch juist daar, daar toch ook een, meer die kant op moeten denken misschien. Nee, dan maak je het te normatief. Marx beschrijft geen model, en zeker geen normatief model. Marx beschrijft een historische ontwikkeling. Marx was een historische econoom zoals economen horen te zijn. Economen horen de geschiedenis te beschrijven en op basis daarvan te kijken wat een mogelijke voorspelling voor de toekomst zou zijn. Nou, zijn voorspelling was slecht, die kwam helemaal niet uit. Maar zijn historische analyses zijn relevant en interessant. En het klopt dat het kolonialisme een hele belangrijke rol heeft gespeeld bij het ontstaan van het kapitalisme, maar nog kolonialisme, nog kapitalisme is voor een socialist aanvaardbaar. Oké. Okay. Nou, in ieder geval niet het eindproduct in die historische ontwikkeling natuurlijk. Het is een theologisch model waarin een soort steeds een vervolgstap wordt gemaakt hè, van het van de agaïsme naar het feudalisme naar het kapitalisme, ja. uiteindelijk de hel staat hè, Dus ja. het is één grote weg er naartoe. Ja. Alleen Karl Marx. Je dacht natuurlijk dat het handelskapitalisme en het kolonialisme, dat, dat de, en het industriële kapitalisme, dat dat de hoogste fase waren die het kapitalisme kon bereiken. Maar dan grijp ik even terug op ons vorige gesprek. Eigenlijk niet. Er zat nog een stadium boven, en dat is de productie van gebakken lucht. En, en toen zijn al die spindoctors gekomen, en die PR en die communicatie. -aviseurs. Ja, dat, dat, dat had Marx niet voorzien. Nee. nee, Wat ik interessant vind aan Marx, is dat hij heel erg uh, de publieke moraal, de omgang tussen mensen, relateert aan het sociaal-economisch sociaal systeem. Dus een slavenmoraal relateert aan de slaven economie, een feodale moraal. Uh, Basis theorie. Ja, en kapitalistische moraal relateert aan een kapitalistische economie. Dus je zit daar, vandaar mijn, op, uh, uh, mijn idee dat in een markt georganiseerde samenleving... ...waar de markt een hele grote rol speelt, marktwerking... ...ook heel vaak een beroep wordt gedaan op het individu. Competitie tussen mensen en winst op korte termijn. Dus, uh, dus het is niet zo dat je waarden en normen hebt... ...en, uh, en de markt dat die ja. geen waarden en normen heeft. Ik denk dat marktwerking heel erg normatief is... Uh, en als je heel veel marktwerking in deel produceert, uh, vormen van gemeenschappen, samenwerken, lange termijn denken, uh, moeilijker worden. Nou ja, als ik dus kijk naar het kapitalisme. Uh, Vroeger had je dus Spinoza bijvoorbeeld. En in die tijd was het nog heel erg zo dat je ook als, uh, als, als, nou, als koopman een soort politieke vorming kreeg. Dan kun een soort ethische vorming, kreeg. En Er waren ook scholen voor koopmannen waar dus ethiek werd bedreven. En ja. Uh, dat juist ook door het cultuurmarxisme nog steeds van. Ja, maar al die moraal, al die filosofie is allemaal blanke mannengeschiedenis, het is allemaal autoritair, het is normatief, het is hiërarchisch, uh, we moeten het deconstrueren. Uh, de deconstructie denken van de Frankfurter Schule dat juist dat ook de morele inbedding, juist heeft verzwakt, waardoor het kapitalisme grenzeloos en onbegrensd is geworden. Ja, op het moment dat je moraal en economie van elkaar scheidt, ja. dan ben je verloren. Ja. Dan ben je weg. Uh, deconstructiedenken dat... heeft natuurlijk wel die weg geëffend. Ja, maar ik ben geen fan van postmodernisme. Nee, ik, het, 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 het woord zegt het al. Ja. Je, je hebt dus niks nieuws. Ja. <laughs> uh, eigenlijk heb je daarmee de waarheid afgeschaft. Okay. Nou, of de waarheid bestaat, weet ik niet. Uh, maar als je niet meer de intentie hebt om de waarheid te vertellen, ja. dan ben je verloren. Ja. En dat is, dat is wel een groot verschil. Je, als, je een, als je zegt, ik heb de waarheid in pacht en daardoor kan niemand anders gelijk hebben, daar ben ik erg tegen. De waarheid is een zoektocht, is een eeuwige zoektocht waar je dichterbij kan komen. Maar als je zegt, de waarheid bestaat niet, dus alles is goed waar ik mee wegkom, ja, dat is precies wat je beschrijft. Dat is dat neoliberalisme, dat is dat, uh, dat, dat, die industrie van die voorlichters, die denken van, nou, uh, het is goed als ik het de mensen maar op de mouw kan spelden. Ja, maar dat is postmodernisme, hè? Dus dat is postmodernisme. Alles, alles is perceptie, dus dat neoliberalisme ja. en dat postmodernisme, ja. wat weer geboren is, ook deels uit de Frankfurter Schule, dat versterkt elkaar, want. Als je alles relativeert en zegt, er is eigenlijk geen waarheid, ja, dan is er eigenlijk iemand aan het woord die je vraagt om hem niet te geloven. Nee, dus dat so moet je ook niet doen dan. Nee, maar mijn socialisme is een komt voort uit het modernisme. Uh, zowel het liberalisme als het socialisme. Dat heb je al toegelicht. Ja, ja. Die, die komen voort uit de verlichting. Dat, dat heeft ja. te maken met modernisme. Ja. Dat betekent dat er altijd een ja. discussie zal zijn om de waarheid, een strijd zal zijn om de waarheid, een streven naar waarheid, maar als je de waarheid loslaat als, als optie. Als je zegt de waarheid, ja, dan, maar, maar niet de intentie hebt om de waarheid te zoeken of te vinden, ja, dan ben je verloren. Want daar zijn wel onze rechtsstaat op, op gebaseerd, onze democratie op gebaseerd, overigens ook de vrije markt op gebaseerd. Onze hele samenleving is wel daarop gebaseerd. En als je dat loslaat, ja dan, 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 is, dan ben je richtingloos. Ja, ik zie op de klok dat we nog twee minuten hebben. Dus ik ga nu echt naar mijn laatste vraag toe. Uh, nog heel even het op ons vorige gesprek over uh, flexibilisering van de arbeidsmarkt. Hè, steeds minder vaste contracten. Je weet vaak niet waar je aan toe bent als arbeider, waar je over twee jaar bent of over een half jaar. En tegelijkertijd is daar aan het licht gekomen: in Nederland hebben we een enorm grote narco eigenlijk. We hebben ontzettend veel interne productie van narcotica, drugs, uh, heel veel wietplantages, ecstasy enzovoorts. Zijn er niet communicerende vaten? Dat, naarmate we mensen ja, eigenlijk. Geen vastigheid geven qua bestaansonderhoud. Uh, dat ze dan maar meer drugs gaan, gaan verhandelen? Zo. Zijn dat communicerende vaten? De eenzijds die narco staat, uniek voor Nederland in Europa, en anderzijds die flexibele arbeidsmarkt, ook redelijk uniek voor Nederland in Europa. Zijn die twee fenomenen communicerende vaten? Dat weet ik niet. Ik weet wel dat, uh, dat het echt een heel groot probleem is, omdat het niet gehandhaafd wordt. En waarom wordt er niet gehandhaafd? Waarom zitten al die bedrijven hier? Waarom zitten al die, die, die drugslaboratoria, Waarom zitten ze hier? Dat heeft een aantal redenen. Dat Nederland gewoon een fantastisch doorvoerland is. Door Schiphol, uh, door Rotterdamse haven, door van alles en nog wat. Door onze ligging. En er wordt niet gehandhaafd. En dat heeft te maken met capaciteit. We hebben gewoon geen capaciteit om op te sporen en te handhaven. En daar is ook de afgelopen jaren niet in, uh, in geïnvesteerd. En tegelijkertijd, klopt het, heb je wel vrij veel mensen. Een, een te groot deel van de samenleving die denkt pakken wat je pakken kan. Het maakt mij niet uit. Ik, uh, ik, uh... Pak als minimaal. Casminiem, dus ik dat gif dat strooi ik gewoon in het bos en uh, ze, ze, ze bekijken het maar. Ja, dat, 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 is ook, dat heeft ook een morele component. In je verbonden voelen aan, uh, aan de samenleving, aan de gemeenschap. Dat heeft ook een, een publiek aspect, klopt. Oké, okay, nou dan rond ik af. Mensen, willen jullie Ronald steunen? Dan is hier het boek wat hij geschreven heeft bij Aspect. Nou, willen jullie mij steunen? Ga naar Back.me, gewoon googelen. Sid Lucasse, Back.me.org. Dan kom je er wel. En dan wil je een café kun je natuurlijk ook steunen. Ik wil jullie hartstikke bedanken voor het kijken. En Ronald, ik wil jou bedanken voor het spreken. Dank het je wel.